we zijn hier in Fries, bij de locatie gemeentehuis. We hebben hier een schaapskudde staan. We hebben hier een hondje liggen, die straks even de schapen naar ons toe brengt. Nou, de gemeente die huurt mij sinds 2012 in voor ecologisch natuurbeheer in de gemeente. Dus niet alleen op deze locatie, maar op 13 verschillende plekken hier in de gemeente. En de bedoeling is dat de schapen hier het gras in eerste instantie een klein tikje uit gaan delen in het voorjaar. Zodat de bloeiers in het voorjaar en in de zomer meer kans krijgen om tot volle ontwikkeling te komen. Deze schapen zijn eigenlijk natuurlijke grasmaaiers. Dus, en tegenwoordig is duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Dus je kunt op een duurzame manier kun jij je terreinen beheren. En daarvoor word ik eigenlijk gevraagd. Schapen is mijn passie, natuur is mijn passie. En als je die twee karakterkenmerken hebt, dan kun je prima herder zijn.